Daar zijn we weer. Het is donderdagochtend, 8 uur. En Fritje is bij ons. Fritje gaat me weer eens opmaken voor de verandering. Wat is Fred zijn baan eigenlijk? Nou, Fred zijn baan is Lara Pontecorvo opmaken wanneer zij voor de camera moet verschijnen. Dus als freelancer is dat best leuk. Want zo wordt werk... vind je dat? Ja? Ja, zo wordt je werk verspreid op de nationale televisie. Je ziet straks iedereen op tv en op internet hoe je me weer hebt opgemaakt. We gaan vandaag naar Blue Circle. En Blue Circle is een productiebedrijf, televisieproducent. Mijn vieze, vette, vervelende verloofde heb ik met hun gemaakt. En toen ik nog in X-Factor zat, produceerden zij dat ook. Dus ik heb al 2 keer met ze samengewerkt. En we gaan nu in de studio de trailer, de leader, leuke itempjes opnemen voor mijn YouTube-channel. En ik hou daar ook de Ask Laura. Yay! En dat betekent dat ik jullie allemaal heb gevraagd om leuke vragen. En de leukste en de origineelste vragen, die ga ik beantwoorden. Dus ik heb er 20 van de 100 ontzettend leuke vragen die ik heb binnengekregen op Instagram. Heb ik 20 leukste uitgekozen. En die ga ik straks beantwoorden. Hé, Fred, ik het net? Zo is het maar net. Zo is het maar net. Dus dat is wel leuk. Ik neem jullie een kijkje mee hoe dat eraan toe gaat daar met de green screen. En hoe hysterisch ik me moet omkleden. En hoe we dat allemaal gaan aanpakken. Want eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, ik heb zelf ook geen flauw idee. Ik laat het maar gewoon weer letterlijk over me heen komen. En we zien het allemaal wel. Maar ik kan dit echt niet meer. Ik krijg zo'n lamme arm. Pak die koude selfies, Nick. Selfie, murf, smurf. Peace. Nou, we zitten in de auto. You ready? Wij zijn onderweg naar Hollywood. Hollywoody. Hollywoody-woody. Yes. Voor? Wat gaan we er doen? We gaan iets leuks opnemen. Voor mijn YouTube-channel. Voor mijn trouwe volgers die mij volgen op mijn vloggy-vloggy-vlog. We gaan het nog mooier maken. Hé, hey, luister dan. Ik ga helemaal stuk op mijn haar. Ik had gisteren toch nog een Bob, jongens. Waar is die nou gebleven? Hij is weg. Ik snap het niet. Bob is weg. Nee, maar dat... Bobbelina is weer even slapen. Die is weer weg. Een wimpertje op je oog. Heb ik dat weer zitten? En die ergens moet je nu pakken. Een wens en dan blazen. Doen, en dan blazen. Dan komt je wens uit. Oh ja. Zie je dat? Doe maar een wens, schatje. Dat was hem. Mooie wens? Wil jij niet weten? Ja. Zo'n mooie wens, gewenst gedaan net. Maar goed, hoi, we hebben eigenlijk niet zoveel te vertellen. Nee, het is nu, hoe laat is het? Het is nog 10 uur? Vrij vroeg, het is vijf net voor, 10. 5 voor 10. 5 voor 10 om precies te zijn. Ja, en hoe laat moesten we er zijn? 10 uur. Ja, dat is dus weer typisch Laura. Maar daar gaan we het straks ook wel even over hebben. Maar daar hebben we het straks wel even over. In mijn nieuw filmpje. Absoluut. Absoluut. Wat erg, hè? Ik schaam me er wel een beetje voor. Maar goed, komt goed. We gaan gewoon racen. Even kijken of er geen flitsen zijn. Beter laat een beautiful dan op tijd en ziet er niet uit. Ben alleen een beautiful dan op tijd en ziet er niet uit. Yes. Zeg ze toch altijd better late than when your eyebrows are not fixed of zo. Je hebt er 80.000 van en daarom weet ik hem niet meer. Want je hebt er 10 van. Oh, ja. Never ask a girl with a wink eyeliner why she's why late. Why she's late. Ja. Well, that's why I'm late. Hi, krijg je dat? Hi! Oh, middelvinger. Rechtvinger. Niet voor jullie hoor, dat is een beetje ons dingetje. Wij doen heel vaak gewoon, dat doen we dan met een draai. Dan zeggen we, oh ja joh, vind je het leuk joh? Hi! Of gewoon zo. Maar niet, gewoon in je bek, hoi! Maar niet voor jullie, maar gewoon naar elkaar. Bij ons betekent het namelijk, geen fuck you. Bij ons betekent het gewoon, ik hou van je. Ik hou van je, maar ik vind je nu even niet zo leuk als je doet. Oké, nou we gaan racen. Fredje, even kijken of er flitsen zijn. Ja, we gaan even zoeken in de inderdaad. Peace out, baby. Ciao, babes. Ciao, babes. We zijn in de studio. Met welkende green screen. En we gaan een paar hele leuke dingen opnemen vandaag. We gaan een hele leuke trailer opnemen. Ja, vind je het leuk, hè? Dat vind ik leuk. Geen idee of het leuk wordt. Ja, maar hartstikke leuk. Tuurlijk wordt het leuk. Tuurlijk wordt het leuk. Vind jij mij niet leuk? Heb je er zin in? Vind jij mij niet leuk? Heb je er energie voor? Vind jij mij niet leuk? Nou, hangt een beetje ver af. Straks meer. Moet ook een beetje nuance. Ik moet hem even. Ja, ik heb verschillende. Ja. En ik knip
Daar was vandaan, daar was vandaan. Ja. Heen weer gaan. Hoi, ik ben Laura. Wat leuk dat je kijkt naar mijn YouTube kanaal. Op dit kanaal neem ik je mee naar de leukste events en feestjes. Geef ik je heel veel leuke beauty tips en tricks. En laat ik je zien door middel van mijn vlog. Sorry, ik wil zeggen vlog, maar ik moet vlog zijn. Nog een keer. Hoi, ik ben Laura. Wat leuk dat je kijkt op mijn YouTube kanaal. Op dit kanaal neem ik je mee naar de leukste feestjes en events. Nee, events en feestjes. Hoi, ik ben Laura. Wat leuk dat je kijkt op mijn YouTube kanaal. Op dit kanaal neem ik je mee naar de leukste events en feestjes. Geef ik je heel veel leuke beauty tips en tricks. En laat ik je zien door middel van mijn vlog wat ik elke dag meemaak. Wil jij op de hoogte blijven van de leukste en nieuwste video's? Abonneer dan op mijn kanaal. Wat leuk dat je hebt gekeken naar mijn video. Vond je het een leuke video? Vergeet dan niet je duimpjes omhoog te doen. En wil je op de hoogte blijven van al mijn video's? Vergeet je dan ook niet te abonneren. Welkom bij Ask Laura. Ik heb op mijn social media gevraagd of jullie nog leuke vragen voor me hebben. Die ga ik vandaag allemaal beantwoorden. Ik heb de leukste en origineelste uitgekozen. We gaan beginnen met vraag 1. Nooit meer clip-ins, in of nooit meer make-up landstijlen? Van klassiek ballet tot tap, tot hip-hop, tot salsa. We hadden zangles, ensemble en koorzang. En acteerles. En dit eigenlijk 4 jaar lang. En heel veel stages gelopen voor televisie, voor musicals. En toen ik ben afgestudeerd heb ik ook echt daadwerkelijk in 2 musicals gespeeld. Okidoki, we gaan door naar vraag 4. Hoe is jouw tv-carrière begonnen? 2. Waar kan je mij 's nachts voor wakker maken? Jeetje. Het is eigenlijk best wel... Daar liggen we dan op de bank. Heerlijk tv'tje te kijken. Wel een lekker dagje gehad vandaag. Ja, goed dagje. Productief dagje. Veel gedaan, veel gepraat, veel energie gekregen. Hard gewerkt vooral. En nu lekker back-off. En nu lekker back-off. Ik denk dat de trailers en de... Ask Laura items super leuk zijn. Ja, dat is goed gelukt. Ik ben echt benieuwd hoe ze dat gaan. Hoe heet het? Hoe ze dat gaan editen. En wat er dan van over zou blijven. Ik denk wel gaaf. En binnenkort kunnen jullie het zien. Kan niet wachten. Nou, theewater is klaar. We gaan even lekker thee leuten. Oh, en gewoon er meer doen. We kunnen eigenlijk ook best wel eventjes uitleggen hoe wij een beetje zijn. Want we hebben wat reacties gelezen. Schattig. Van jullie. Ja. Van sommigen van jullie. Dat wij best wel veel door elkaar heen blaren. En met name zij, namelijk door mij. Met name ik door hem heen. Maar lieve schatjes, ik vind het heel lief eigenlijk dat jullie daar zo zorgen maken. Maar don't worry hoor. Dit is zeg maar de manier van communiceren. Want hij doet het ook bij mij en ik doe het ook bij hem. Alleen ik praat 10 keer zoveel als hem. Dus bij mij valt het meer op. Waarschijnlijk wat meer op. Nee, weet je wat het is? Wij zijn zo hak op de tak. Dat wij doordat wat de een zegt, dan weer bedenk ik iets. Of bedenkt zij weer iets, waardoor je dan weer daarop verder gaat. En je wil het meteen zeggen, anders vergeet je het. Want anders zijn we het ook echt kwijt. Zijn we het weer kwijt. Dus wij gaan altijd van de hak op de tak. Maar we zullen erop letten dat we misschien wat meer elkaar laten uitpraten. Maar het is een beetje onze manier geworden. Ja. Maar jullie hoeven jullie geen zorgen te maken of bang te zijn dat het lullig is van mij. En dat ik dus blijkbaar geen respect heb voor hem. Want ik als voel er me één ook iemand... echt niet minder hoor. Nee schat, als er één iemand heel veel van deze jongen houdt, dan ben ik het wel. En weet jullie hoeveel lol we daarnaast ook hebben? Dus ik vind het... Al zou het misschien wel zo zijn, ik vind het niet eens belangrijk genoeg. Want er staat zoveel tegenover. Ja, maar ik denk dat zij ook allemaal wel zien dat wij echt alleen maar lol hebben en ontzettend veel van elkaar houden. Dat heeft niks te maken met ik zeg iets door jou heen. Of jij zegt iets door mij heen. Het gebeurt dus blijkbaar. En anderen valt het dus op. Maar nogmaals, liefde dat jullie opvallen. Ik ben gewoon een blaar. Ik ben gewoon een blaaskaak. Ik vind het gewoon heerlijk om te blaren. Een blaaskaak. Ik ben gewoon lekker mezelf. Vooral bij jou ben ik gewoon lekker mezelf. Ja, daarom. Klopt. Ja, nou, is toch prima, joh. Maar goed, de dag zit erop voor vandaag. Oh, dit is echt zwaar inderdaad. Ja, zwaar hè, voor je arm. Heftig wel. Zij toch? Anyway, zie jullie snel. En er zijn hele leuke dingen in progress, speciaal voor jullie. We hebben weer allemaal nieuwe filmpjes gemaakt ook. Speciaal voor jullie. Dus if you're happy and you know it. Clap your hands. Clap, clap. Bye bye.